Kasper, we staan hier aan jouw ontzettend gezellig ingerichte zaak aan de Breestraat. Ja. Hoe lang zit je hier alweer? Wij zitten nu hier anderhalf jaar op de Breestraat. Gaat goed, dus tweede kerst alweer. En is het geworden wat je voor ogen had? Absoluut. Dit tweede jaar is het echt weer mooier dan het vorig jaar. Dus we zijn super tevreden erover. En wat is je assortiment? We hebben vooral heel veel kerstornamenten van Kurt Adler. Dus dat wil zeggen dat het hele speciale ornamenten zijn. Speciaal gericht op kinderen. Coca-Cola is op het ogenblik erg gewild. We hebben ook heel veel Disney, Frozen, Doopy, Grumpy. We kunnen het ook aankomen, mocht het hier niet hangen. Maar daarnaast ook gewoon een standaard assortiment kerstballen. Rood, wit, goud, blauw, noem het maar op. Maar ook daarin, in dat assortiment, hebben we ook nog speciale rendieren kerstballen. Mijn eerste kerst kerstballen, dus heel divers. Dus naast de bloemen en de planten heb je een uitgebreid assortiment kerstspullen. Ja, inderdaad. We hebben onze winkel behoorlijk omgebouwd tot een kerstwinkel. Maar ook nog steeds inderdaad gewoon de planten, de potten, de aarde. Om mensen toch ook gewoon de vrolijkheid in huis te geven met groen. Hoe ben je de coronatijd doorgekomen? Nou, goed eigenlijk. Viel ons allemaal reuze mee. In het begin was het wel heel zwaar. Toen was het echt heel rustig. Bij iedereen denk ik wel. Maar daarna zag je toch wel dat de mensen toch weer wat gezelligheid in huis wilden halen. Een plantje, een potje. Dus al met al was het wel zwaar. Maar wij als branche mogen denk ik niet klagen. Kerstshop in coronatijd is natuurlijk best wel moeilijk. Heel lastig. Het is inderdaad een hele drukke periode altijd. Daarom hebben wij nu een private shopping gedaan, gepromoot. Er lopen nu gezellig mensen in de rondte om even privé te shoppen met hun eigen gezinnetje. De mensen hebben inderdaad een lastige periode waar zij hier zijn. En dat proberen wij nu te promoten. Om die mensen toch een veilig gevoel te geven om gezellig te shoppen. En daarnaast willen wij dat absoluut promoten en aangeven van joh, geef het door via de website, via de telefoon. Er zijn mogelijkheden om alleen met je gezin te shoppen. En wie kunnen dat allemaal doen? Iedereen. Echt iedereen. Wij zijn volledig toegankelijk. We zijn heel makkelijk, heel ruim in openingstijden. Laat het ons weten en dan gaan we daarmee contacten. En als je nu heel veel aanmeldingen krijgt, hoe ga je dat dan doen? We zullen dat wel gewoon moeten reguleren. Dat bepaalde avonden, weekenden. Ik hoop dat het zo storm gaat lopen dat we inderdaad overvol raken. Maar goed, we hebben nu 3 aanmeldingen staan. Laten we het alsjeblieft uitbouwen en dan gaan we zelf passen en meten waar wij uitkomen. En kan je openingstijden verruimen zonder meer? Ja, ja. Wat is de trend dit jaar? De trend is toch, dan gaan we toch een stukje teruglopen, is een beetje glitter en glamour. Dan gaan we kijken naar wat hier in deze boom hangt. Zogenoemde power-thema. Dat is op het ogenblik sprankelend, gezellig, hartstikke leuk. Ander klein pronkstukje uit de winkel. Dit is gewoon de belichting van het thema wat wij hier in de boom hebben hangen. En die kleuren zijn ook dan de trend van dit jaar? Ja, absoluut. Ja. Blauw en een beetje turquoise? Ja, dat is op het ogenblik de trend. Daarnaast blijft het ook altijd rood, zilver en goud het altijd goed doen. Maar voor de mensen die wat anders zoeken, is dit de trend voor het jaar. Nou, het ziet er echt heel erg mooi uit hoor. Ja, absoluut. Heel tevreden mee. We staan hier in de groenafdeling, de planten en de bloemen. En je hebt daar een prachtige droogboeket in je handen. Klopt. Wat ik nu in mijn hand heb is een droogboeket voor de kersttinten. Maken we allemaal zelf. Kan allemaal geregeld worden op bestelling. We hebben het ook kant-en-klaar in de winkel staan. Naast de kerst hebben we ook gewoon een heel leuk assortiment. Andere kleurtjes. Wat gewoon de mensen zelf mee kunnen pakken of laten maken. Kerststukjes van echt groen, die kunnen ze hier ook krijgen, ja, hè? Die gaan wij ook absoluut krijgen. Dat zal na Sinterklaas pas worden. Dan gaat iedereen into de kerst worden. En dan hebben wij een ruim assortiment kerststukjes op voorraad.